Mijn naam is Stijn Janssen, productspecialist bij Backshop. En vandaag hebben we een exclusieve review over de Boze F1-series. De Boze F1 is op dit moment nog niet beschikbaar, dus we hebben eigenlijk een vrij exclusieve review over deze speakers en wij zijn uiteraard de eerste die u daar iets over gaan vertellen. De Boze F1 uh, Flexi Arrow systeem bestaat uit de model 812 top. En een F1 subwoofer. De Model 812 Top heeft 8 inch hoogdrijvers en een 12 inch woofer erin zitten. En de F1 subwoofer heeft twee 10 inch drijvers erin zitten. Beide zijn voorzien van een 1000 watt versterker, wat een enorm hoog rendement oplevert. En ze zijn uiteraard in verschillende configuraties te configureren. De Bose 812 Top heeft maar liefst 8 2,5 inch hoogdrijvers en 1 12 inch drijf erin zitten. Het unieke aan dit systeem is namelijk dat je een verticale variabele patroon hebt. Zo is het namelijk mogelijk om het onderste gedeelte naar achteren te schuiven. Zoals we het zo doen. Maar ook het bovenste gedeelte. Waardoor je dus een soort J-vorm krijgt. Nou, dit is wat we noemen een column array systeem. Eh, waardoor je flexibel de verticale... Uh, patroon kunt beïnvloeden. Daarbij heeft hij uh, 100 graden horizontale patroon, dus hij heeft een behoorlijk uh, grote openingshoek, hè, wat ontzettend handig is om je zaal volledig dekkend te krijgen. Uh, en er zit maar liefst een 1000 watt versterker in. De 812 top heeft aan de achterkant twee inputs. Nou, input 1 is voorzien van een uh, jack en XLR combinatie. Dat wil zeggen dat je dus een jack in kunt steken, alswel een microfoonkabel, dus een XLR kabel. Daarbij heb je een switch tussen de mic en de lijn, dus je kunt ook rechtstreeks een microfoon aankoppelen, uh, zodat je direct als je uh, een, een conferentie hebt of spraak, uh, kun je dat rechtstreeks hier inkoppelen. En uiteraard heb je hier de volumeknop. Op input 2 hebben we de jack input of een RCA en uiteraard ook hier weer apart het volume. Dus je kunt in principe twee kanalen tegelijk gebruiken. Hij heeft ook een line out, dat wil zeggen dat je hem door kunt koppelen naar een volgende actief systeem. Je hebt een switch waar je kunt switchen tussen een full range. Dus als je geen sub erbij gebruikt, is het handig om een full range te gebruiken waardoor je meer laag krijgt. Of je kunt het inderdaad switchen ook uh, als je wel een combinatie met een sub gebruikt. En dan filtert uh, hem rond de 60, 70 Hz af. En je kunt ook nog aangeven of je het ledje, of je dat aan de achterkant of aan de voorkant wil laten zien. Uiteraard heeft zowel op de inputniveau als het totale systeem ook een indicatie. Wat je dus aangeeft uh, hoe het signaal is. Dat wil zeggen, als je blauw is, is het uh, een normaal signaal. Uh, gaat het te hard, dan gaat hij automatisch klippen. En dan wordt het dus een rood signaal. En voor de rest, uiteraard, ook nog een voedingsaansluiting en een powerswitch. Voor de rest is hij standaard voorzien van een polman, dus je kunt hem ook op een tripod zetten, op een standaard tripod. Hij heeft een handvat van achteren en een handvat van boven. De boze F1 subwoofer bestaat uit twee 10 inch drivers en hij levert maar liefst 1000 watt vermogen. En ik kan u verzekeren, het laag wat uit deze kastje komt, dat is echt ongelooflijk. Daar kun je gewoon makkelijk een 2-250 man mee voorzien. Het geeft eigenlijk een heel echt een, ja, een verrassing effect wat er aan verlaag uitkomt. En omdat het wat kleine speakers zijn, heeft het ook wat meer punch in het laag. Dus niet dat wollige, maar een hele strakke laagweergave krijg je daardoor. Als we de achterkant bekijken van de Subwoofer, zien we dat hij twee lijn inputs heeft. Ook een combinatie, dus kunt u ook weer jack, asfalt, XLR aansluiting doen. En twee outputs. Voor de rest heeft hij uiteraard ook een volumeknop hierop zitten. Er zit een polariteitsswitch. De ja, polariteitsswitch is uh, om de fase te veranderen. Ja, om, uh, in de praktijk zul je daar niet zo heel veel gebruik van maken. Maar het kan wel eens voorkomen dat soms een sub uit fase loopt. En dan maak je een polariteitsswitch. Hier heb je ook weer de switch van, nou ga ik hem uh, hoog passfilters, dan betekent dat je een, een, een totaalsysteem met sub, of dat je zegt van nou ik wil dat alleen maar het signaal doorkomt, waardoor hij full range door kan sturen. Uiteraard heeft hij ook weer de verschillende protectiemogelijkheden. We hebben hier de normaal signaal, de limit en de clip. En de power default dat wil zeggen als hij echt uh, bijzonder hard gaat, dat hij echt continu uh, blijft klippen, dan valt hij op een gegeven moment ook volledig uit. En hier hebben we de front LED indicatie waar je aan kunt geven of je hem aan de voorkant ook wil als indicatie wil aangeven of niet. Voor de rest is hij standaard voorzien van een handvat aan de achterkant een handvat aan de bovenkant en er zit hier namelijk een frame op die je hier bovenop kunt zetten om de top erop te zetten. Dit systeem is zo compact dat hij makkelijk twee topjes en twee supjes in een gemiddelde stationcar kunt vervoeren. En het mooie is dit systeem is in 20 seconden opgezet. Kijk maar. Helaas kunnen we via het filmpje ervaring van dit systeem eh, niet goed verwoorden. En daarvoor kan ik u adviseren om naar onze bakshop te komen. En daar hebben we voor u klaarstaan. En we zullen heel graag een demo voor u uitgeven. Zodat u zelf kunt ervaren hoe goed dit systeem is. Dit Boze Flexible Array systeem is bijzonder geschikt voor artiesten, voor bands, voor DJ's, conferenties en verhuurbedrijven. Optioneel hebben we ook House beschikbaar. Wilt u meer informatie met betrekking tot dit systeem? Klik dan op de link hierboven of hieronder en u wordt doorverwezen naar onze productpagina.